Hopelijk kan ik beginnen in een goede drie dagen van West-Vlaanderen. Dus dat was vorig jaar net iets minder, omdat ik die periode nog niet goed genoeg was. Maar ik heb dan dit jaar heel goed afgesloten in Putte en ik zou dit jaar gewoon wel beginnen, gelijk ik dit jaar geëindigd ben. Ik hoop gewoon in het voorjaar en het najaar echt wel goede uitslagen te rijden. Wat normaal gezien wel in mijn uh, marge moet liggen. Alleen op het hogere niveau is het even afwachten wat dat uh, gaat geven. Uh, Wedstrijden, zoals 1.1 uh, in Brussel kunnen in uh, de Ronde van België en zo. Die type koersen zou ik toch wel graag eens willen rijden en zien uh, hoe dat ik het uh, tussen de profs doe. Ja, ik heb een aantal wedstrijden in mijn hoofd, vooral in eigen streek dan, zoals uh, Grote Prijs-Kriekeljong, uwt Het zijn toch wel wedstrijden die, die vlak bij mij aan mijn deur passeren en waar, waar ik toch wel uh, dat ik een goed figuur wil slaan. Ik wil graag een uh, heel regelmatig seizoen op hoog niveau afwerken, voornamelijk in de uh, UC-wedstrijden, in de punt-1-wedstrijden, wil ik er staan, en uh, zeker ook als het een uh, lastig parcours is. Ik droom van. Uh, ja, pff, geen, geen speciale koers, maar ik heb dat. Ik, ik kan een goed rol spelen voor de ploeg en altijd werken voor iemand anders. Maakt niet uit als ik heb een beetje uh, in Fran Franse reconnaissance. Het is goed voor mij. Uh, Schaal Cels heb ik uh, aangestipt. Een koers ook omdat ik er bij zat uh, afgelopen seizoen. En dan uh, het kampioenschap bij de Elite Renders, die is in Antwerpen. Dus dat spreekt me ook wel aan. Ja, ik heb vorig jaar laten zien dat de Ronde van Luik mij wel ligt en de Ronde van Namen. Dus ik probeer daar ook wel. Terug op punten zijn en ik ga ook proberen een goede voorjaar te rijden. Uh, ik heb vooral een aantal specifieke koersen in mijn, mijn gedachten die mij goed liggen, uh, zoals Volta, Limburg, Classic, van die wedstrijden. Die liggen mij goed en daar wil ik echt proberen naartoe te werken. Vorig jaar was ik kort in de laatste rit van de driedaagse West-Vlaanderen. Dat is één dag geworden. Maar het zou mooi zijn als ik toch die dag iets kan laten zien. En dat is redelijk in het begin van het jaar, en zo de lijn verder te kunnen doortrekken.